Ali Narin heeft zich in New York laten vaccineren tegen het coronavirus. De actrice, die in de Amerikaanse stad verblijft vanwege werk, was onder de indruk van hoe goed het daar is geregeld, schrijft ze op Instagram. Tekst gaat verder onder advertentie: alle mensen van boven de 16 kunnen zich gratis laten inenten. Het was ongelooflijk goed georganiseerd. Het leger is ingezet en ondanks dat we met duizenden mensen waren, hoefde niemand een seconde te wachten, aldus de 45-jarige Halina. Na afloop mochten we allemaal 15 minuten op een stoel wachten voor het geval we een acute bijwerking zouden ervaren. Het leven in de Big Apple is op dit moment erg anders dan in Nederland, dat nog steeds in lockdown zit. Alle restaurants en winkels in New York zijn open. Het leven is weer in volle gang. Toen ik die enorme hal binnenliep, kon ik alleen maar aan ons land denken en aan hoe men nog altijd opgesloten thuis zit. Als je hier een tijdje bent, lijkt die lockdown zo onvoorstelbaar. De actrice hoopt dan ook dat Europa en de rest van de wereld zo snel mogelijk massaal toegang krijgen tot de coronavaccins en dat mensen zich laten inenten. Als je het niet voor jezelf doet, dan in ieder geval voor de kwetsbare medemens en voor de samenleving die weer open kan. Buzzen, let's blokkade.